we present A Voice from Across the Water. We staan hier dus voor het Rietshuis. En het hele bijzondere aan dit gebouw is dat het in 1942 klaarkomen is. We zullen daarvoor op de datum, 1942. En er zijn heel vaak vooral oudere mensen die zeggen, goh, 1942, hoe bestiert dat in die tijd? Er werd namelijk in het begin van de oorlog een bouwstop. En toen mocht er eigenlijk net gebouwd worden en dan moest je een speciaal vergunning van de Duitsers om dat te meien. Maar een hele protte gedog is dat toch klaarkomen. Krophaller die wou altijd op die broek een hele protte beelden. Je voorop zien we dus het beeld van twa leeuwen, de Nederlandse en de Friese leeuw. Maar hij wou er ook Friese accenten meer aan jaan en daarvan zien we hier de pompenbladen die hier in het bordes verwerken binnen. Binnen hebben we nog veel meer van dat soort symbolen en vooral Friese symbolen, hoe ga je graag de uitdrukking brengen in dit Rietshuis. Architect Krophaller bouwde in de stijl. Net mijn zin, maar dat weer zijn manier van bouwen, wat de Duitsers wel appreciëren konden. Dus misschienlijk had het tertrog ik mij spelen dat ze wel dit Rietshuis bouwen konden. Het weer net alleen nog om toestemming van de bouw te krijgen, maar ik om de materialen iedere keer te krijgen. De grote dwarn, Havaltion, daar is een hele grote ijzer om te werken. Wat broekt werden van de bouw en net van wapens. Ze winnen al je bijzondere dingen die oorvregen worden moesten, wat gebeuren moest, maar toch is het klaarkomen. En hier zien we dus de indrukwekkende grote door aan de voorkant, maar enorm dik beslag erop, werd Krophaller ik van bekend steer. Toen het Rietshuis een keer goed te wel klaar was, weer dit het eerste stel wat in dit Rietshuis trouwd is. De burgemeester weer ambtenaar van de burgerlijke stand en als cadeautje kregen ze een tekening van het Rietshuis.